Thomas Verheid, er resten nog 7 finales voor jullie dit seizoen. Roda uit. Merk je dat de spanning een beetje toe begint te nemen? Nou, het is een hele korte aanloop naar deze wedstrijd natuurlijk. We hebben 2 dagen gehad om een beetje te herstellen. En morgen moeten we er staan. Tuurlijk zijn de spanningen hoog. Maar ik denk dat het wel redelijk fris oogt ook vandaag. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Ja, wat voor Roda JC verwacht jij morgen? Nou, ik denk dat ze in het begin iets lastiger hadden in het seizoen. En ze zijn nu wel redelijk bezig. Dus het wordt gewoon een zware pot. En zeker weer op kunstgras daar. En we gaan het zien. Ja, het is een lastige tegenstander. Ze wonnen laatst van Cambuur. Dat zegt genoeg, denk ik, hè? Ja, zeker. Dus thuis zijn ze ook sowieso gevaarlijk. Dus we moeten ons goed wapenen morgen. Ja, voor jou persoonlijk ook een belangrijke wedstrijd. Je kan het clubrecord, het aantal doelpunten per seizoen, 19 van Vincent Jansen, uit het seizoen 2014-2015 uit de boeken schieten. Ja, klopt. Ja, ik moet er niet te veel mee bezig zijn. En ik denk dat het gewoon moet gebeuren. En als dat morgen is, zou heel lekker zijn. Ja. Ja, is dat een dingetje voor je? Want je kan wel geschiedenis schrijven. Ja, tuurlijk wil ik hem halen nu. Hè. Nu ik hem heb geëvenaard, wil ik hem ook inhalen uiteraard. Maar ik ben meer bezig met morgen winnen, hoor. Ja, maar gaat het tegen Roda gebeuren? Ja, als ik naar Roda toe ga zonder dat ik wil scoren, dan is het niet goed. Dus ja. Het gaat morgen gebeuren. Ja. Dan heb je er 20 al in liggen. Dat is goed voor je marktwaarde. Ja, misschien wel. Ja, tuurlijk, als je spits scoort, dan is dat goed voor je marktwaarde. Ja. Ja, want je hebt een aflopend contract. Hoe staat het met die onderhandelingen? Want jij hebt geen formele ontslagbrieven op de mat gekregen. Ze willen in principe graag door met jou, denk ik. Ja, klopt. Ja, nee, we hebben gewoon goed contact met mijn zakenrijden met Teun. En, we gaan het zien. Ik heb alle opties opengehouden en dat heb ik nog steeds. Dus al meer rook, maar ook iets anders. Ja, jij gaat gewoon lekker wachten. Een beetje lekker in de leunstoel zitten. En nog wat doelpunten erbij maken. En dan... dan misschien wellicht ook nog wel een heel mooi avontuur in het buitenland dat longt. Ja, nou, dat heb ik ook in mijn achterhoofd. Maar ik wil echt heel graag promoveren. Ik ben nog niet gepromoveerd uit deze competitie. Dus dat staat bij mij voorop. En dan wat er daarna komt, dat zie ik wel. Ja, wat zou een mooie buitenlandse competitie voor jou zijn eventueel? Want je bent al eventjes in Engeland op een lager niveau actief geweest, hè? Ja. Waar denk jij aan als je aan het buitenland denkt? Nou ja, ik heb gezegd dat als ik naar het buitenland zou gaan, dan zou het ook voor financiële redenen zijn. En omdat ik nu richting de 30 ga. En anders heb ik het hier heel erg naar mijn zin. En het zou natuurlijk ook fantastisch zijn om met Almere wellicht de Eredivisie in te gaan. En, dus nogmaals, ik hou echt alle opties open. Maar eerst winnen uit bij Roda. 100%.